Ik schreeuwde, ik huilde en ik zei, dit kan niet waar zijn. Bij een ongeluk met een motor en een scooter gisteravond laat in Vlaardingen. Op de scooter zaten twee meisjes van 16 en 17. Feesten, huiswerk maken en uren hangen in het park. Met vrienden is het leven mooi. Maar dan gaat een van je beste vrienden dood. Wat doe je dan? En hoe ga je dan verder? In deze video praat ik met de vriendinnen van Zara. Filijne, Floor en Mirabel. Dit is Vrienden na het leven. Ja. Waar is het precies gebeurd? Nou, ze dat en dit stoplicht. Hier. Dus hier in het midden, ja. Nou, ze kwam vanaf deze kant van Berk. In de verte zag ze wel wat lichtjes. Maar... Van een auto? Ja, ja. Van een auto. Maar ze dacht, oh joh, dit is toch maar een klein stukje. Ja. Zara heeft op haar 16e een heerlijk leven. Nadat ze aardig wat meemaakt in haar jeugd, heeft ze haar draai in Vlaardingen goed gevonden. Ze zit in 4 VWO, werkt in de horeca en haar vriendinnen zijn super belangrijk voor haar. Het leven lijkt haar toe te lachen. De laatste keer dat ik haar zag, toen ging zij werken en ze wilde eigenlijk ook mee naar het strand, maar ze moest werken dus. Ze ging vanaf haar werk nog even langs huis, want ze ging naar een feestje. En ze zei nog voordat ze wegging, ja, ik voel me altijd wel heel erg verantwoordelijk als ik rijd. Ik vind het altijd best wel een beetje spannend. Ik heb wel met haar geappt nog die dag, maar dat was dan gewoon een kort gesprek van dat zij inderdaad zei van veel plezier daar. En ik zei dan veel plezier op dat feestje later. Om 11 uur werd er gebeld door een vriendin van Zara. En die zei, ja, Zara heeft een scooterongeluk gehad. Ik werd gebeld door een meisje, die was bij het ongeluk. En zij vroeg of ik achterop zat op de scooter bij Zara, omdat het ook een meisje was met bruin haar. Maar ik was het niet, dus ik zeg zo, bij wie achterop? Ze waren aan het racen, ja. Een straatrace hier zo. En ze reden echt met 140, reden ze hier zo over de weg heen. En toen hebben ze Zara zeg maar geraakt. Daarom is ze ook zo ver gevlogen, want het was echt bij de boom. Bij die boom lag ze. Dat is 10, 15 meter. Ja, dat is echt heel ver. Door een straatrace? Ja. Bij een ongeluk met een motor en een scooter gisteravond laat in Vlaardingen zijn twee meisjes die op de scooter zaten gewond geraakt. Een van hen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Eigenlijk wist niemand nog echt op dat moment hoe erg het was en wat er nou allemaal precies aan de hand was. Toen belde ik toch even mijn moeder, omdat ik toch... Het zat niet lekker. Ik vertelde dat ze aan de beademing lag, dat er een traumahelikopter was en dat ze er iets met haar bekken was en met haar hersenen. Ze begon eigenlijk gelijk te huilen en ik zei heel de tijd, mam, het komt echt wel goed. En toen hoorden we wel geruchten dat ze in coma lag en aan de beademing. En eigenlijk werden we daar eerder een beetje boos van. Want we hadden zoiets van, jullie weten het helemaal niet. Het valt waarschijnlijk gewoon mee en iedereen maakt het weer erger als dat het is. Toen ik het hoorde, heb ik gelijk Zara geappt van, joh, Zara, app mij als je je telefoon weer hebt. Zeg hoe het gaat. Nou, we kregen geen appjes. Ja, ik volg jullie, hè? Ja, we moeten daarheen. Oh, moeten we hierheen? Toch? Of niet? Vaak gingen we eerst eten halen. Ja, eerst gingen we altijd eten halen. Bij de supermarkt. Ja. En dan gingen we hier zo zitten. Ik zie daar een soort banden, een soort speeltuin. Ja, dat is het. Oké. Okay. Zal ik ook niet... gewoon op het kleedje? Ja, kom jij ook niet? Ga niet in die branding. Nee, please. Nee. Oh, moet ik hem even weghalen? Ja. Dit gaat goed. Ja. Heb jij bekers meegenomen voor? Gewoon met z'n allen. Ja. Nee, maak je geen zorgen. Ik wil dat pak onder de lip los. Oh ja. Cheers. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Het was wel via. Ik kende dus een vriendengroep en daar was weer een andere vriendengroep. Daar was Filijnes haar vriendengroep. En zo zijn we eigenlijk een beetje met elkaar in contact gekomen. De ene belde de ander en dan... Mirabel kwam altijd wat later, want die was altijd heel langzaam. Welke rol heeft Zara dan in het geheel? Ja, een soort leider. Ja, maar ja? Dus niet als in, ik ben de baas of zo, nee. Maar wel, ze wilde wel graag gewoon... Orde houden en... Ze hield jullie een beetje... Ja, wij elkaar. Ja, gewoon de moeder van de groep. Ja. Ja. Dus hoe stond Zara en hoe stonden jullie dan in het leven met elkaar? Ik denk heel positief. Ja. Gewoon genieten van alles. Zij wist heel goed advies te geven en je kon heel goed met haar praten. Omdat ze was gewoon al zo wijs en zo slim. Dus Zara was echt wel een beetje een unieke vriendin. Omdat overal alles wat zeg maar tegen zat. Mm-hmm. En
waar je dan even over wilde praten, daar was Sarah dan voor. Mm-hmm. Hebben jullie het ooit met elkaar over de dood gehad? Nee, totaal niet. We hebben het totaal niet over gehad. Dus ik verwacht echt totaal niet dat het bij jou gaat gebeuren in jouw vriendengroep. Dat er iemand komt te overlijden. Dat is zeg maar echt... dat verwacht je gewoon echt totaal niet. Ik denk dat je het daarom ook gewoon nooit erover hebt. Op 18 juni werden we gewoon gebeld dat het niet meer goed zou komen. Dat ze eigenlijk al overleden was, maar dat ze zeg maar nog wel ademen via een apparaat. Vanaf dat moment, ik schreeuwde, ik huilde en ik zei dit kan niet waar zijn. En ik wilde alleen maar naar daartoe. Toen zijn we nog in het ziekenhuis geweest, samen met Floor, Filijnen en nog een andere vriendin van ons. En dat was aan de ene kant misschien wel fijn, omdat je dan nog... er nog wel even kan zien, zeg maar. In het ziekenhuis dacht ik van... oké, ik ga daar echt heen met eigenlijk potentie... om goed afscheid van haar te kunnen nemen. Maar ik vond het ook wel weer heel naar. Aangezien ze nog wel gewoon de hart, zeg maar, nog klopte... lijkt het heel erg alsof ze nog wakker kan worden. Ik dacht, nou, als ik nu onder haar voet kietel... dan wordt ze vast wel wakker. Maar ja, hoe lang ik bleef kietelen, ze werd niet wakker. We hebben haar wenkbrauwen geborsteld, omdat ze net haar wenkbrauwen had gedaan. Gewoon dat soort kleine dingetjes. Dat was soort van wel een moment dat we nog heel eventjes met haar konden zijn. Totdat ze er gewoon echt, ja, definitief helemaal niet meer was. We hebben de kist uitgezocht voor Sarah. Een mooie auto, mooie bloemen. Soms dacht je van, nou, ben ik nou een surprise party voor Zara aan het regelen of een uitvaart? Zo, spookje, daar lig je dan, lieve schat van ons. Wat vreselijk en niet te bevatten dat we hier staan en dit op onze leeftijd voor onze beste vriendin moeten doen. Dat gevoel wat je zeg maar hebt als je bij een begrafenis zit, dat het allemaal heel verdrietig is. Ik had het gewoon niet, omdat het kwam gewoon niet binnen. Het is gewoon echt oneerlijk. Ja. Ze heeft gewoon nooit iets fout gedaan. Ze was zo'n leuk en vrolijk persoon. En dan moet het precies bij haar gebeuren. Dat snap ik gewoon echt niet. Je zoekt naar een soort vrede, dat is het ook niet. Maar je wil een soort afsluiting voor jezelf, maar die is er gewoon niet. Nee. Het is gewoon ineens voorbij. Ja. Wat is het ook als iemand bijvoorbeeld ziek is? En je weet dat diegene te overlijden komt, kan je diegene nog, weet je wel, je kan nog afscheid nemen. Maar omdat het in één klap gewoon klaar is, denk je gewoon, had ik nog maar gisteren nog even gezegd van, je bent echt superleuk en we zijn hartstikke blij met jou. Ja. En dat kan niet. En ik hoop gewoon dat ze dat wel wist. Het is hier netjes. Toen Sarah nog hier was het altijd een zooi hoor, lag overal kleding. Wat deden jullie hier altijd? Veel op bed liggen en muziek luisteren, klaarmaken. Ja, ik heb hier best wel vaak geslapen. Ik kon ook wel uren niks tegen elkaar zeggen, gewoon naast elkaar liggen en gewoon je eigen ding doen. Dat kon ook wel gewoon. Wel mooi dat het dan gewoon nog zo hetzelfde is, hè? Ja, hè? Dat vind ik ook. Ja, ik denk ook bewust om het inderdaad gewoon wel nog het gevoel te geven alsof ze hier een soort van elk moment nog kan binnenlopen. Net als vroeger die rotzooi. Ja, nu is het best wel netjes hoor. Heb je dat vaak nog, het gevoel dat ze zomaar binnen kan lopen ergens? Wel momenten. Dat je denkt, ze zou zomaar de poort bij mij in mijn tuin binnen kunnen lopen. Yo jongens, ik ben er, sorry dat ik te laat ben. Dit zou zo kunnen gebeuren, zeg maar. Af en toe heb ik wel dat ik dat hoop. Af en toe dan droom ik wel eens over en dan voelt het weer zo echt. Dan voelt het echt alsof ze er weer is en dan word ik wakker en dan is dat zo raar. Ik weet niet, vooral een droom, dat kan zo echt lijken. En dan word ik wakker en dan denk ik, kut, sorry. Maar ik vind het wel een soort fijn dat ik er überhaupt nog dus wel over heb gedroomd. Ja. Want dat maakt het wel weer heel, ik weet niet, dan zie ik haar weer even een soort van in mijn gevoel. Ze is weer even dichtbij. Ja. In het begin leef je een beetje, je bent eigenlijk de hele tijd in een tunnel, in een hele donkere tunnel, had ik een beetje het idee. In een soort bubbel. Ik was heel erg in mezelf, ik voelde me heel erg leeg en het was overal gewoon heel erg donker. Door de dood van Sarah werd ik ook heel snel boos en geïrriteerd om dingen, terwijl dat eigenlijk niet eens nodig was, maar ik was gewoon vooral heel erg boos van waarom moet het gebeuren. Af en toe heb ik het wel beseft, maar niet heel erg. En ja, nu komt dat steeds wel meer omhoog. Want het is nu een jaar geleden.
Denk je veel na over de toekomst? Ja, zeker wel. Ik denk dat het vooral misschien is dat ik misschien bang ben dat ik bepaalde dingen ga vergeten of zo. Dingen die we hebben gedaan of hoe ze lachten of hoe ze, weet ik veel, hoe ze praten, de grapjes die ze maakten, weet je wel. Ik kan het me nog wel herinneren, maar het wordt natuurlijk wel met de dag minder omdat je haar natuurlijk niet meer ziet. Ja, en dan op een gegeven moment moet je door met je leven. Hoe was die eerste periode voor jou? Ik denk dat het ook wel heel erg heeft geholpen dat er zoveel mensen waren die er ook heel erg mee zaten. En dat ik niet de enige was. Ik denk dat als je het opkropt en het er niet over hebt, dat het uiteindelijk gewoon veel erger terugkomt. En nu het alweer zo lang geleden is, beginnen mensen er denk ik toch iets minder snel over. Ook omdat ze niet willen dat het weer een bepaalde sfeer komt. Terwijl het juist goed is, denk ik, om af en toe ook even je kut te voelen erover. Want het is ook gewoon kut. En anders lig je in je eentje in je bed en ga je er kut over voelen. Nou ja, het is nu een jaar geleden dat ze echt officieel is overleden. 20 juni. Ja, 20 juni. En we gaan nu met z'n allen lopen naar de boom om haar te herdenken. Heel bijzonder zo met z'n allen. Ja, zeker. En er komen zometeen nog veel meer mensen. Dus dan staat echt alles vol. Maar hoe belangrijk is het voor jullie? Ja, ik vind het altijd wel heel fijn dat er zoveel mensen heen gaan. Ja. Dus dat vind ik altijd wel zoiets van, nou, er zijn toch wel heel veel mensen die dan denken aan Sarah. Ik wil gewoon dat ze terugkomt, want ik mis haar gewoon heel erg. Ja, het is nu zoveel verdriet. Ik mis haar gewoon elke dag steeds meer. Dat rouwproces, dat gaat nu pas voor mij beginnen. Zo'n avond is ja, best wel belangrijk, omdat het ja, best wel emotioneel is. Dus, omdat je dan gewoon weer op de plek bent, ja. Alle herinneringen komen boven. Ja, zeker. Ja, dat. Ja. Zie je er dan tegenop? Nee, eigenlijk niet echt heel erg. Nee. Ik vind het weer fijn dat we gewoon weer met z'n allen bij elkaar komen. Puur gewoon omdat het nu een jaar geleden is om gewoon gezellig weer met z'n allen. Nou ja, niet gezellig, maar ik bedoel dat het fijn is dat iedereen weer bij elkaar komt om haar te herdenken. Ja. Hoe moeten we nu in vredesnaam verder? En we zijn verder. En lieve Zaar, wat heb jij gezien? Je hebt gezien dat iedereen kapot ging van verdriet. Je hebt wanhopige vriendinnen gezien die geen eens wisten dat ze zoveel tranen hadden. Het kan zomaar klaar zijn en dat heb ik wel heel erg beseft. En Sarah was gewoon zo'n vrolijk persoon en dat wil ik ook gewoon zijn, want het was altijd zo fijn aan Sarah. Ik heb er gewoon heel veel over nagedacht hoe belangrijk kleine dingen ook kunnen zijn. En dat het niet alleen maar gaat om, weet je wel, feesten en weet ik veel wat. Ik kan gewoon ook echt genieten van hele kleine dingen. Ik denk dat Sarah vooral heel erg trots op ons is als ze ons nu ziet dat we... Dat we onze middelbare school gewoon hebben afgemaakt. Dat het met ons beter gaat. Dat we gewoon positiever in het leven staan. Ik denk dat ze daar heel erg trots op zou zijn.